Geleid door dit lawaai zijn voor de derde maal in Rotterdam nationale wedstrijden in het metselen met bakstenen gehouden. Waaraan ditmaal door 71 jongens, allen leerlingen van nijverheids- en ambachtsscholen, werd deelgenomen. Ze hadden 2 dagen de tijd voor het metselen van een schouw, een rondboogvenster of een muurvlak met een stadswapen. De werkstukken kwamen perfect onder de troffel vandaan. Dit jaar was er voor het eerst ook een wedstrijd in straat te maken, waaraan 10 leerlingen deelnamen. Zittend op een krukje, liggend op de knieën of in de ongemakkelijke, gebukte houding legden de jongens een behoorlijk stuk straat neer. De oude rotten uit het vak hadden bewondering voor de bekwaamheid van de leerlingen. Dat had ook de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, ingenieur Witte, die door zijn aanwezigheid de betekenis van deze wedstrijden onderstreepte. Het tekort aan goede vakmensen zal er niet door worden opgeheven, maar de belangstelling voor deze ambachten zal er zeker door toenemen. Winnaar van de metselwedstrijden werd dezelfde technische school uit Amsterdam, die ook vorig jaar uit handen van de minister de zilveren troffel ontving. APPLAUS.